punt X. Kijk, hè, die, het zou zuidoost moeten zijn, dus X en Y zouden dan... Ja, aanvind, het zou iets zuidelijker moeten zijn dan, dan oostelijk. Ja. Dus deze zou wat lager moeten zijn. Dus de absolute waarde ligt ongeveer 40% boven de waarde die we hier meten. Ja. We hebben net eigenlijk alle verschillende weerbronnen die we kunnen vinden doorgespit en vergeleken met elkaar. Dan krijg je allemaal mooie plaatjes zoals dit bij. Dus dan krijg je op een bepaald gebied, tussen Cooper PD en Port Augusta gedurende 9 uur 's ochtends en 5 uur 's avonds. Gaan we dan kijken wat al onze weerbronnen voor een wind geven, voor een zon geven. Alle voorspellingen lopen momenteel heel ver uit elkaar. Dus dan proberen we daar een soort van gulden snede in te vinden. We hebben nu een handmatige weersvoorspelling in elkaar gezet op basis van de bronnen. Die gaan we nu door onze simulatie heen halen. En dan gaan we kijken hoe hard we kunnen rijden. We zijn vandaag vertrokken vanaf 30 kilometer voor Cooper PD. In Cooper PD was toen onze eerste controlstop. Daar waren we eigenlijk binnen een half uurtje. Daar hebben we toen een half uurtje stil moeten staan. Weer de drivers vernieuwen. Daarna zijn we doorgereden en nu staan we in Glendambo. De Japanners liggen nu zo te zien 18 minuten op ons voor. Maar ik denk dat we niet te veel achter gaan lopen. En ook omdat wij met 2 personen rijden en helemaal met 1 persoon. En straks nog met de practicality judging. Heb ik er een goed gevoel in dat we zeker kunnen winnen. Ja, wat er aan de hand was, is de controlstop is midden in de stad. En normaal gesproken zoeken we een mooi heuveltje om de auto op te zetten. En die zijn er niet zo heel veel. Dus we hebben hard gezocht, maar er is daar een soort van opgedroogd meer waar de kant van een beetje afloopt. Dus wij dachten, kijk, daar kunnen we mooi staan. Dat is een mooi heuveltje. Die zat precies richting de zon. We moesten er wel een beetje voor tillen en moeilijk doen. En de auto zakte bijna weg naar de bodem. Maar hij staat nu perfect en we halen superveel binnen. Ik denk dat de beste voorbereiding voor morgen is eigenlijk deze camping. Zorgen dat het team goed uitgerust is, dat iedereen even kan douchen en goed kan slapen vannacht. We moeten even die laatste paar honderd kilometer knallen. En dan is het goed. Kijk, de auto is perfect, daar kunnen we niet zo heel veel meer aan doen. Nu het team in, zorgen dat het team ook scherp is morgen. En dat gaat helemaal lukken met deze camping hier, denk ik. Ja, ik heb de precieze stand nog niet uitgerekend. We weten dat omdat Koga Queen alles met 1 persoon rijdt en wij alles met 2 personen, dat er een factor 0,93 in de gemiddelde snelheid mag zitten. Dat betekent als Koga Queen gemiddeld 80 rijdt over de hele race en wij 75, dan staan we uiteindelijk precies gelijk. Tot nu toe was het elke keer heel erg close. En het lijkt erop dat dat nu nog steeds zo is. Maar of dat we er net boven of net onder staan, dat durf ik niet te zeggen. Dat moeten we eerst even uitrekenen.